This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main beep on the level. Roger, main beep level. Okay, stand by. 13, we're looking at it. Ja, ja. Het draait gewoon allemaal weer. Ik draai gewoon in een andere plaat. Maar ik wil even wel normaal starten, Juri, als waar, je niet erg vindt. Waar heel Breda in stilte was gehuld, zijn wij weer de stem die opspreekt. Zo is het maar net. Dus is het tijd voor... Zal ik het nog een keer zeggen? Ja, voor de, komt, even stil. Komt u voor de jingle. Vrienden in Breda, dit is een tip voor jullie. Ja, een tip. En onthoud hem goed. Wil jij op de hoogte blijven van de laatste verrichtingen van NAC? Dat kan. Donderdagavond van 8 tot 9 is er NAC-praat op Breda Nu. We bespreken actuele nieuwsitems en je krijgt de laatste informatie over NAC Breda. Godverd, hebben wij een Pellenberg niet? NAC-praat wordt iedere week samengesteld en gepresenteerd door Marcel van S en Leon Dekkers. Technische ondersteuning verzorgd door Robert-Jan van het Veld en Sander Waasdorp. NAC-praat, jouw NAC-nieuws. Elke donderdag op Breda Nu. NAC-praat wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda Nu is NAC-praat. Goedenavond, goedenavond. We zijn niet verlaat, 8 minuten over 8. Maar we zijn er weer met een nieuwe aflevering van NAC Praat. Iedere donderdagavond van 8 tot 9 op Breda Nu. Zo ook nu. Ja, wij zijn er wel gewoon. Herfstvakantie of niet natuurlijk. Kom nou. Haha. Zeg maar mensen in stilte gehuld. Nou, wij niet. Wij niet. Maar dit is aflevering, ik probeer het bij te houden, maar Sander weet het exact. Heel veel. 300 en een 0-noop. 0-noop. Leon. Ja. Je hebt ook weer gered met je blikje groene sap. Wat, of heb je oranje sap? Vloeibare vitamines heb ik ergens niet gezet. Ik ben hem nou een suikerbom. Ja, oh, die staan in het raam. Die staan in het raam. Beetje opwarmen. We missen wel Adrie, die komt ook volgens mij niet. Ja, dan moeten we zelf koffie gaan pakken. Nou, we zijn wel even wat deuren open. Maar... Dus we kunnen niet even snel weg. Nee, hè? Nee, ook niet. Nee. Samenvatten, maar wel LP. Oh, we kunnen ook gewoon opzetten. Ja. Wij moeten nog wel ook gaan mijmeren over wat we allemaal voor platjes gaan draaien deze uitzending. Dus het wordt echt improviseren tot en met. Het is radio maken met hindernissen. Nou, dat komt toch goed? Ja, we hebben niet eens een platenlijst. Nee, maar dat hebben wij ook helemaal niet nodig, joh. We zingen zelf wel wat. Open en democratisch. Improv radio. Improv radio. Nou, dat is trouwens, vroeger was het gewoon inbellen en doe maar. Ja. Ooit. Ja. Voor mij deze Rob Sanders dat ooit. Bel in, hebben we een telefoonnummer? Bel in. Okay. Bel in nu. Want het is op jouw radio. Ja. Op jouw donderdagavond. Maar het is even, we hebben wel onze social media wagenwijd openstaan. Ja. Tenminste, dat hoop ik. En Breda Nu, NAC Praat. De huis. Doe lekker mee. Ja. Bepalen de onderwerpen zelf. Waar moeten wij het allemaal over gaan hebben in dit uurtje NAC Praat? Dat wil niet zeggen dat we het doen. Nee, we gaan het overwegen. We doen het, kijken door democratisch in een team. Precies. We kunnen het nog gezamenlijk afwijzen. En dan tegen 9 bepalen we wel of we dat doen. Dus het is lotte democratisch. Ja, natuurlijk. Ja. Doen nou, we dan, tot zekere hoogte. Unaniem afwijzen. Zoals zolang Leon het leuk vindt, dan doen we. Heel democratisch. We hebben ook een Facebookpagina. Breda Nu, NAC Praat kun je ook nog leuk vinden. En we hebben een draaiboek. Ja. Leon? Ja. Ja, ik bommelde jou, want jij hebt het gemaakt. En Marcel is er vanavond niet. Ja, dus. Nee, inderdaad. Wat moest hij doen? Die had volgens mij een vergadering, want die is natuurlijk heel druk. Vergadering, ja. Heel druk bij ook museum. Ook dat soort dingen, precies. NAC Museum en voetbalclubs, wat hij allemaal in bestuur zit. Sapper de vlam mensen. En ze zijn een belangrijke mees, hè. Dus, zit hij ook met Thijs om de tafel dan? Nou ja, dat zou best kunnen. Thijs, de sponsor van... Tiesto, hoofdsponsor. Tiesto. Thijs. Tita Thijs. Die heeft een heel jonge vrouw, hè? Oh, of heeft weer een vrouw, dacht ik. Hij is zelf nou 52 of zo. Ja, en zijn vriendin is vrouw. 31. Nee, die is 21. Is die zo jong? Ja. Goed bezig. Ik zei het gewoon een grap, hè? Nee, die heeft hij volgens mij bij de NTV bij de bushalte opgehaald. Opgewacht, zo. Bij de deur zo buiten. Hey, jij bent wel leuk. Samen naar de Cinesol 1, 2, 3. Hey, hallo, ik ben Tiesto, zegt hij dan. Ik ken hem niet, ik ben Tiesto. Wil je mijn bankrekening eens zien, zegt hij. En toen waren ze getrouwd. En dan opent hij zijn app. Ja. Zo bij de bus altijd en dan ontploft die app. Ja. Want die kan allemaal niet aan. Nee, we hebben 4 bankrekeningen. Met 200 nullen. Ja, anders kan die kwijt, hè. Zo'n nullen passen. Ja, laten we de bankrekening kwijt. Nee, Thijs, ik weet dat je altijd luistert, jongen. Dus nee, we het niet flauw, want je moet NAC ook nog wat geld geven. Volgens mij het enige succesvolle wat er ooit in de Spok is gebeurd, of wel? Hij? Ja. Nou, Spok was zo leuk. Ja, Spok was leuk. Behalve, daar moest je wel wat op hebben. Ja, ik wou zeggen, met die lampjes en zo, en dat podium. Dan wil je zelf daar niet daar zien. Daar is menig een van afgestort. Ja, dat klopt, ja.
Leon het draaiboek. Ja, de tune is al afgelopen. Dus wil je even het draaiboek doen? Oh, dat wordt heel leuk deze uitzending. Nou, we zitten hem fijn eventjes mooi vol te lullen. Want item 1 is een... Ja, ik weet het niet. Dat is een open item. We weten het gewoon echt niet. Doe eventjes met z'n allen op... Een open item? Op, ja, gewoon op tijd te vullen. We gaan maar normaal hebben we een wedstrijd, maar die hebben we niet. Nee, normaal dit is gewoon de klok kloppen. Vooruitkijken, jongens. Ja, we waren al gewoon, we hebben de Dolly Dots gedraaid, maar die zat gewoon in de ballenbak hier. Ja, en we hebben hier ook al een technische storing gefaked. Om wat tijd te winnen. Was dat in 5 minuten? Gewoon fake nieuws. Het programma voor ons heeft nooit zoveel luisteraars gehad. Eindelijk rust. Oh, heerlijk. Rust op die bak. Heerlijk, heerlijk. En die rotscooter niet voor de deur. Oh, ja. We kunnen ook een uurtje geen nakpraat doen. Ik wil van alles, maar dat niet. Gewoon een beetje pre-jazzen. Kunnen we ook doen. Pre-jazz. Pre-jazz met Joep. De volbabbel. Zullen we heel even kijken wat we hebben? Hebben we nog wel een poll? Dacht ja, het wel, polletje. Inderdaad, die hebben we straks in. Want het is natuurlijk een roerige week geweest met al de boeren. Roerige week. We hebben ooit eens een spandoek gehad bij het NAC-stadion. Want boeren vervoeren is waar jullie in roeren. Ja. Groetjes uit Tilburg. Hey. Ja. Oh jee. Ja, dat is echt gebeurd. Maar, maar de boeren hebben voor protest. En we zijn weer een beetje in de protestmood. Protestpol. Maar wij zijn ook goed in protesteren, want we hebben het verleden ook heel veel geprotesteerd. Dat bedoel ik. Wij gaan eens terugkijken op onze succesvolle protesten. En dat zijn er nogal wat, hoor. De trekkers stonden overal. Wij kunnen niet bestaan zonder protest. Je hebt vakbonden en nakbonden. Zo is maar net. Ja. Actie. Ja. En er zijn wat voorzitters vastgebonden. Of niet? Nee. Ja. Nou, ze hebben zich wel eens aan doelpalen vastgelopen. Ja, dat klopt. Ja, dat was een supporter, hè? Ja. 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 En ik denk dat Omman zich straks... in zijn vrije tijd nog wel eens niet vast. Nou, dat is weer een ander verhaal. En straten door het raam, hè? Ja. Met puntjes. Ja, toch dit. Ja. ik ga ze even noemen, Leon. Ja, we hebben een volle grabbelton. Want we hebben nog wel wat korte vooruitblikken naar wedstrijden die nog gaan komen. Kaartverkoopinformatie. Waarvan wij vinden dat die wedstrijden uitverkocht moeten raken. Want er komen heel belangrijke dingen aan. Uitgebreid jeugdupdate. Er zijn wat interland boytjes in de jeugd die op pad mogen. Maar ook de grote jongens uit het eerste elftal. Die zijn op pad geweest afgelopen weekend. Gaan we even kijken wat ze allemaal gedaan hebben. Want het loopt nogal uiteen. De een heeft gewonnen, de ander heeft verloren. De ander komt niet in actie, de ander wel. De ander sluipt uit, zeg maar. Kijk wat die jongens allemaal gedaan hebben. De ander zat bij de beurs van de maand, hè? Oh ja, vind ik niet. Ja. We hebben weer een krakende plaat. Zo bedoel ik. Hij begint wel zachtjes ook. Vorig jaar, vorige week hadden we dit. Het is ook een hele zwoele plaat. Kunnen we ook een keer doen. Eigenlijk het weer niet voor meer, maar goed. Vorige week hadden we de eerste van Roxy Music. Ja, dat is artiest van de maand, dames en heren, bij NAC Praat. Goedenavond. Now the party's over.